Coronajournaal. Deze week in het journaal. Alles over vaccineren, lekker bewegen, een nieuwjaarsgroet van Monique en Cécile en de groetjes. Vaccineren. Vaccineren is belangrijk om de verspreiding van corona te stoppen. We beantwoorden 3 vragen over vaccineren. Vraag 1. Waarom moet ik mij laten vaccineren? Een vaccin is een soort medicijn. Het beschermt ons tegen het virus. Vaccineren zorgt dat de verspreiding van het coronavirus stopt. Vraag 2. Kun je ziek worden van het vaccin? Het kan wel, maar dat hoeft niet. Je kunt na de prik spierpijn of hoofdpijn krijgen. Of je even niet lekker voelen. Vraag 3. Ik ben al gevaccineerd. Ben ik dan ook meteen beschermd? Nee, het vaccin werkt niet meteen. Het werkt pas 2 weken na de tweede prik. Tussen de eerste en tweede prik zitten een paar weken. Meer vragen over vaccineren vind je op www.dichterbij.nl/coronavirus. Beweeg je mee? Het nieuwe jaar is begonnen. Tijd om weer lekker te bewegen. Maak samen met Roel en Wouter even fijn de spieren los. Ze hebben verschillende oefeningen bedacht. Misschien ken je deze al van het Wow Festival. Ga lekker staan en doe mee. Je kunt ook zittend meedoen. Dus dit is de wat aangepaste versie en ik zal hem vanuit deze kant doen. Yes, is iedereen er klaar voor? Mooi, dan gaan we starten in 3, 2, 1. Alright, kom maar. Lekker doorstappen en we gaan 20 seconden gaan we stappen. Yes, we zitten al op 5, 6, 7, 8, 9, 10. Op de helft, kom maar door. 12, 13, 14 en nog 5, 4, 3, 2, 1. Yes, lekker hoor, goed bezig. Wil je meer leuke beweegvideo's kijken? Dat kan op dichterbij.nl/fit. Nieuwjaarsgroet van Wesley, Cécile en Monique. Ook al is het al eind januari, Monique en Cécile van de Raad van Bestuur hebben een nieuwjaarsboodschap voor jou. Wesley van Beeldkracht stelt de vragen. Hallo allemaal. Een beetje anders dan voorgaande jaren, zo via het beeldscherm. Cécile en ik willen graag met jullie vooruitkijken naar het nieuwe jaar, naar 2021. En Wesley heeft een aantal vragen voor ons. Wesley? Dat klopt, Monique en Cécile. Mijn eerste vraag. Iedereen heeft te maken gehad met corona. Wat heb je geleerd van corona? Een hele mooie vraag. Ik denk dat we heel veel geleerd hebben. En op de eerste plaats ook uitspreken dat we ontzettend trots zijn op wat we gezien hebben. Hoe iedereen omgegaan is met corona. Want dat was natuurlijk iets wat we helemaal niet kenden. En waar we op een gegeven moment heel plotsklaps mee geconfronteerd werden. Dus het geduld, de flexibiliteit, het blijven nadenken. Iedere keer op zoek gaan van wat kan wel. Nou, dat is iets om alleen maar heel erg trots op te zijn. Wil je nog iets kwijt? We zien er naar uit, naar het nieuwe jaar 2021. Proost, Cécile. Ook fijn om daarin weer met jou samen, met iedereen in onze omgeving samen te werken. Gezondheid. Van harte mee eens, Monique. Ook daar wil ik graag op proosten en op onze organisatie, onze cliënten en medewerkers in het nieuwe jaar. Proost allen. De hele nieuwjaarsboodschap bekijk je op dichterbij.nl/2021. De groetjes van Linda zet graag haar collega in het zonnetje. Voor mijn collega Lonneke, die hier iedereen tijdens de eerste en tweede lockdown opvrolijkt en altijd klaarstaat voor iedereen. Bernard wil graag de groetjes doen aan Paul Driessen van de Struikheide 5 in Gennep.
en aan alle begeleiders en andere bewoners in dat huis. En natuurlijk de beste wensen voor 2021. Met hartelijke groet, blijf gezond. Karin zegt, wij zijn blij met de collega's van de dagbesteding, die nu dagelijks een creatieve invulling aan de dag geven voor onze cliënten binnen hun eigen woning aan de Heijenseweg 85 en 87 in Gennep. Zelfs van paddenstoelen in de voortuin wisten ze een feestelijk plaatje te maken. We maken een tijdschrift voor iedereen van dichterbij en stevig. Wil je ook met je foto in het tijdschrift? Stuur dan je foto in via www.dichterbij.nl/foto. Dit kan nog tot en met 5 februari.